So I light the metal. Nee! Lucky bastard. Wat goed. Niks aan het handje. Je heet het op een voorwiel. Eén voorwiel. Ja, dat klopt. Ja, en dan moet je checken, hoor. Ik weet niet welke sneller is. Volgens mij is de RS7 een beetje... Die voor jou sneller. Okay, dat is alweer een voordeel. Oh. God. Ja, kut, sorry. Ja, in de vorige aflevering had ik 2 van de 3 gewonnen. Alleen gaan we kijken wie er weer gaat winnen, want we weten allemaal dat Pascal niet kan rijden. Deze race was vanmiddag echt leuk. Kut! Ik zag het. Oh, maar geen telefoon vast. Het is nu vanmiddag. Wat? We moeten zo nu een beetje een haastige opname doen, want ik moet over 20 minuutjes weg. Een kwartiertje. Dan doen we gewoon 2 races maar. Kan ook iets later, kan ook over een half uurtje, dat moet ook nog wel kunnen, alleen daarna moet ik wel weg. Ja, dan zien we hoe lang het duurt de race. Tabon team. Nee. Oh. Laten we dat maar niet doen, we zijn geen Turken. We zijn puur Hollands en daar ben ik heel trots op. Nee! Doei! Ah! Ik kom niet meer vooruit. Je boost. Ik kom niet meer vooruit. Je boost. Nee, ik was achter die boost, ik haal hem niet. Godverre. Ja, leuk. Kan ik weer die hele buis opnieuw doen? Als je heel even wacht hiervoor, kijk hoe ver waar ik ben. Ja, ik wacht wel even. Je bent Ik moet die hele buis doen. Ja, hier, nou lig ik weer op zijn kop. Oh, nou haal ik hem wel, soort van. Oké, ik weet niet waar jij bent. Nou, ik sta stil. Als ik geland ben, dan kan je rijden. Oh, breek. Dan kan je volgas. Ja, ik ben geland. Rij. Dat ga ik. Jij hoort het denk ik niet. Ik heb gewoon soms dat mijn GTA even van die spice dat je echt een paar seconden vastloopt. Dat heb ik niet. Nee, ik wel. Dat is een CPU, dat komt omdat je het opnemen bent. Ja, ik wil overal ook niet aanstaan. Ja, ik wel. De volgende race heb ik even mijn overklok aan, misschien wel handig. Ja joh. Hoor je dat nou echt niet? Wat Is scheet? Nee, je hoort het niet. En wat dan? Hoor je het niet? Ah, wacht maar, als ik zo jou een beetje ingehaal, dan hoor je het wel. Toe, crash. Nou, dan gaan we hoor, lap 2. Oh, clean lap. Nou ja, volgens mij is het echt clean geweest, maar misschien zonder hem te respawnen. Daar ga ik op de muur. Of tegen de hek. Oh, nee, komt er. Wat is er dan? Oh, die komt er dan. Wat wil je vertellen, jongen? Hoor je het niet? Nee. Wat is er dan? Oh ja. Hoor je het nou serieus niet? Ja, nee, nu pas. Ik was een hysterische toeteren. Nou hoor ik het, ja. Ik heb gewoon een knopje in mijn muis gezet. Ja. Hij moet ook een keer zo'n leuke video gemaakt, weet je wat, dat lekker kloten. Met die motor, dat we dan op motor gaan rijden met die mes in je zijkant, of met die zaklamp of wat dan ook, weet je wel. Dat lekker van die mensen killen. Lekker mensen doodhakken vanaf een motor. Juist, en dan ik langs rijden en dan ben je helikopter af, ben je spontaan dol. Of doodknuppelen met een zaklamp. Ja, of met de machette. Yep. Ik ga zo scheef. Ik ook. Onder de hand. Gaat allemaal helemaal goed. Hij wist nog vanochtend. Ja, je moet deze ding niet sturen. Ik stuurde en ik val eraf. En ik zei het, niet sturen. Ik stuurde. Jood? Nee. Of ben je geen Jood? Nee, ik mag geen jodenkoeken, dus nee. Huh? Je mag geen jodenkoeken, dus nee. Waarom niet? Weet ik veel. Ze zijn fucking lekker, maar oké. Waarom mag je ze niet? Dat zeg ik niet. Ik maak geen jodenkoeken, zeg ik. Oh, ja, maar dan hoef ik toch ook geen Jood te zijn. Nou jawel. Ik maak er ook geen Jood. Slavernij voor jodenkoeken. Nee, ik ben geen Jood. Denk ook niet. Je bent wel dood. Ik ga niet over potten, want dat is best erg, de Holocaust. Ik heb een vriend gehad, die was een Jood. Ja, die is deels Jood. Want oh, waarom? Oma is Jood. Dankjewel. Later, hè? Verdomme. Hey. Wacht, vriend. Ja, nou je wachten. Jij wacht, het is een fatale crash. Ja, ik kan niet stoppen, ik ben aan het boosten, lul. Ja, ik heb er een. Jij. Nee, wacht. Ik zit in de lucht. Nou, niet meer. Je krijgt geen lucht van mij als ik je ga stikken. Jij bent nou ook al aan het boosten, dus ja. Dat, nee. Godverre. Moet ik even buiken?
Oh nee, maar, je rijdt alweer. Niks aan het handje. Oh. Deze, soms is het wel handig dat deze auto een beetje slipt. Dan kun je makkelijker bochten maken, scherpere bochten. Ja, deze slipt ook. Dat is soms wel handig. Gewonnen. Nou, dat is race 1 van de weet ik veel hoeveel die ik gewonnen heb. Ja, dat. Vuile gore stinkoer. Kijk, ja, hier. Deze race is donker, dus ik weet niet of mensen het zien. Zo mooi, kijk wit hoe vet deze motor eruit ziet. Wit met rood. Kijk eens naar mij achter je. Ja, ik zie. Ik had vroeger ook een zwarte roze. Alleen ik vind dat zwart zo saai, dus ik pak gewoon een witte. Moet ik ook een andere kleur pakken? Alleen, of alleen wit en zwart? Heel weten. Oh, je kunt eigenlijk alles doen. Heb ik controle gedrukt of niet? Huh? Ik heb mijn gas op, mijn headset is verkeerd. Zo! Dan weg jij, Harry. Is hij zijn. Hij heeft controle ingedrukt of niet? Ja. Ja, ik dacht van opeens hou ik je vol, oh, gas in. Dat hakken door het midden. Oh, what the fuck! Hey! Nee! Leef je nog? Dat overleden ik knie, jongen. Oh, dat is erg. Geluk. Dat is echt erg. Je haalt me in. Kut. Hop. Ja! Zo. Wat? Nee! Nee! Oh! Je gaat met de hart naar beneden! Dan gaan! Hey. Nee! Nee, die beuken! Oh! Dit is echt een geniale race, nu al! Dit zijn gewoon Rockstar-created races. Die zijn eigenlijk veel vetter dan door andere mensen gemaakt. Ja. Vroeger was dat niet zo. Vroeger waren de Rockstar races echt saai. Zelfs de Rockstar Verified races zijn niet eens leuk. Ah nee, vroeger niet nee, maar nu wel. Ja, omdat nu de stunt races is het, kan je veel meer. Oh! Maakten mensen dat met containers, weet je nog? Ja, dat weet ik. In oude tijden. Ja, oude tijden. En de eerste race wat ik gedaan had, dat ging niet goed. Dat was met twee loopings over het water heen aan het begin. Bij die fabriek. Oei. Ja, maar ik speelde vroeger op console, hè? Dus toen ik net op PC speelde, toen wilde het ik speelde vroeger, ik ben 60, maar ik had nooit online gehad ervoor. Toen merkte ik pas. Oh, dankjewel. Nee, je valt er ook al. Kleren, jong! Dan donder ik ook naar beneden, klerenlijn. Gelukkig krijg je karma en donder je zelf ook naar beneden. Ja, dan nee. Delen we hetzelfde verhaal. Dit is de tweede race, toch? Ja. Nee, is de 24, is dat ook goed? Nee, de tweede race van deze aflevering. Sorry, ik ben een beetje dement. Godver. Daar ga ik. Dat is van het spookslot van de Efteling. Dat weet ik niet. Ja, dat is van het spookslot. Ik ben er nooit in geweest volgens mij. Zo, I like the metal. Nee! Lucky bastard. Gaat goed. Niks aan het handje. Je hebt hem één wiel voor. Geet hem een voorwiel, jij. Klopt dat? Huh? Je geet hem een voorwiel, één voorwiel. Ja, dat klopt. Nee! Oké, beste wachtje even. Ja, even voor de volgende checkpoint hoor. Die vliegt onder. Ja, ik kan mijn controle niet ingestaan. Als er zo'n boost komt, dan donder ik weg. Kan je gaan rijden? Ja, hè? Ja. Was je heel verwacht dat ik geland ben? Ben je geland? Ja, de kar. Die ga ik. Ja, nee, oh, vlog even links, gevaar, als een tyfus. Hè? Nog steeds eerste lap, denk na. Ja, daarom doen we deze aflevering aan de tweede race, want deze race is vrij lang. Ja, maar dat is wel leuk. Nou, dat is humor. Ik ga zo even de bestanden een naam geven, zodat ik weet welke bij welke hoort. Je komt zo dichtbij. Kut ketchup. Kut mayonaise. Kut curry. Kut mosterd. Kut frietsaus. Kut bloed, wat? Nou, dat jij dat nou bij je vriend eet, dat is jij. Nee, snap je kutbloed. Leuk. Kut wat? He? Kutbloed. Snap je hem niet? Nee. Ongesteldheid, kutbloed. Ah. We hebben net een kutbloed. Dat is een maandelijk bloedend kutprobleem. Nee, de KP. Kutprobleem. BSKP. Ja! De BSKP. Bloedserieus kutprobleem. Oh! Oei! Oh, nee, die beuken. Als hij voor me rijden, vind ik best. Nee, niet doen! Ga voor! Ik kom er echt niet af, tieve. Oh,
Oh mijn god, mijn kaken stijve kaken. Ik wil kaken stijven zeggen. Maar ze hebben andere dingen stijf. Wat? Nee, joh, vanavond. Ja, ook porno kijk je mee, hoor. Nee, ik rem weer af. Ja, duh, ik ook. Godverdomme. Deurbel. Hey, ik heb geen schermtyfus. Nee, ik val eraf, kut. Waar moet je wachten op mij? Ja, ik kan niet, er zitten allemaal boers hier. Als ik afrem, dan ga ik alsnog door. Je moet wel afremmen dan, hè? Ik zit in de tunnel vol met boost. Logisch dat ik niet kan remmen. Ha! Crashje? Oh, ik flikker ook bijna. Ja, ik ben nu uit de tunnel, nou ga ik vliegen. Ja, dan wacht ik hier eventjes. Kut, ik rij over een boost heen. Jij bent alweer bijna de tunnel uit. Ja, maar ik moet wel toch lampen, hè? Je mag een beetje rijden, maar dan mag je rijden. Ja, ik ben zelf ook aan het vliegen. Ik kon niet. Er zaten er allemaal boost, dus ik kon niet echt makkelijk remmen. Ik rij nu uit. Oké. Ben je geland? Nou, ik kan nu luchten vliegen. Hoppakee. Uit de tunnel pas nu, of Nu ben je geland. En dan kom ik achter je aan. 12 seconden achter. Eigenlijk moeten we ook 3 races doen, maar dan moeten we een korte uitzoeken zo. Van 1 lap. Mm-hmm. Ken er dan van. Ken is een bikkel zonder snikkel. Hey, snap je hem? Ken is een bikkel zonder snikkel. Hey. We doen nog 1 race. Bedfisher. Don't let me down.